Deze beschouwing die gaat over ontwikkelingshulp. Nederland is een land en dat doet al heel erg lang aan ontwikkelingshulp. Ik weet niet of we hebben toch zelfs een ministerie gehad? Ministerie ontwikkelingshulp. Ja, ontwikkelingssamenwerking. Dat doen wij dan. Van de Rijksoverheid. Is er een ministerie voor? Kennelijk. Internationale afspraken gemaakt. Nou, hier hebben we nieuws. Moet psychosociale hulp komen? Een levensreddende noodhulp in Jemen? En moeten we meer investeren in de ontwikkeling van Niger? En de ontwikkelingslanden moeten geholpen worden met klimaatplannen? We moeten gaan helpen in Bangladesh? En dan hebben we nog een. Oh ja, en een extra investering om aids terug te dringen. O ja. En dan moeten we nog perspectief. Voor ontheemden Irak. Wat nog meer? Nou, er moet echt van alles gebeuren hoor. Humanitaire hulp naar Congo. 10 miljoen euro. Pff. Dan Jordanië en Libanon gaan we ook weer doen. Wat nog meer man? Oh, trouwens, je hebt de minister Plaumen en die is van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ik snap echt niet wat wij wat we doen hoor. In al die landen. Oh, dan hebben ze in Afrika hebben ze weer honger binnenkort. Door de. Er is een of andere droogte. In de Hoorn van Afrika. En dat wordt veroorzaakt door El Niño, die stoutrik. Dus iets met een of andere warme golfstroom. 50.000 kinderen worden bedreigd met een acute hongerdood. Alleen al in Somalië is er sprake van een voedseltekort voor meer dan 6 miljoen mensen. Volgens de Verenigde Naties is alleen al voor Somalië meer dan 900 miljoen dollar nodig om een verwoestende hongersnood te voorkomen. Dan gaan we even door. Behalve in Somalië is de situatie ook in delen van Ethiopië en Kenia alarmerend. Daarnaast zijn Eritrea, Djibouti, Soedan en Zuid-Soedan getroffen. Valt het nog mee dat hier niet in staat dat het onze schuld is? Want wij hebben het klimaat laten veranderen. Door droogte zijn oogsten verdord en watervoorzieningen zo goed als uitgeput. Ja. Ja, nou man. Dat is daar.
Ja. Het is daar al heel erg lang zo. We hebben daar altijd een droogteprobleem. Terwijl het niet altijd droog is. Hè? Maar soms regent het wel. Ja, ze hebben daar niet zoiets als wateropslag of zo. Ik weet niet precies, waar ligt het dan? Ik heb een maps van Google, Soedani of zo. Maps.google. En dan Soedan. Nou, Soedan is voor een groot gedeelte, is dat... Soedan, Eritrea, Zuid-Soedan, Ethiopië, dat allemaal. Niger, hadden we ook wel een probleem. Hè? Het zuidelijk gebied van de Sahara is dat. Ja. Ja, dat is toch hartstikke droog. En dan moeten wij voedsel naartoe brengen. Waarom? Wij kunnen toch... Het is toch onze verantwoordelijkheid niet? Alsof het in Nederland zo goed gaat met alles. En er wordt maar geld aangegeven en dan brengen we daar weer voedsel naartoe. En, ja, en over zoveel jaar is er weer een hongersnood. En dan kunnen we weer voedsel naartoe brengen. Ja, ha, 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 ha. En waarom moeten wij dat doen? Ja. En Somalië ligt aan zee. Dus ja, daar hebben ze ja, weliswaar zeewater, maar dat kan je toch zoet maken? Hoezo heb je daar een waterprobleem? Ze hebben daar een zonne-energie, man. Iets van... 1000 watt per vierkante meter. En dan ga je mij niet vertellen dat je dan geen zoet water kan maken. Dat doe je dan toch? Dat hadden ze al lang moeten doen. Mensen, volgens mij doen ze er helemaal niks aan. Ik zou er wel eens een studie van willen zien. Want hoe komt het nou dat er iedere keer ontwikkelingshulp moet vanuit Europa. En dan met name het noordwesten van Europa. Naar Afrika. Wanneer komen die Afrikano's ons een keer helpen? Oh? Daar hoor je helemaal niks van. Nee, wij doen het allemaal zelf wel. Wij krijgen helemaal geen hulp. Ja, Chinezen die komen hier sambal bij lopen roepen. Maar die betalen we netjes. Wanneer hebben wij voor het laatst ontwikkelingshulp gekregen? Mijn tante, mijn tante Irene, die geeft dan... 2 keer in de week, 3 keer in de week en geeft ze leesles aan kinderen. Dat moet ze helemaal gratis doen. Waarom wordt er niet een inzameling gehouden in Oeganda? Dat tante Til daar een, of tante Irene bedoel ik, dat daar een centje voor krijgt. Nee, dat moet maar gratis. Terwijl het om een heel groot deel buitenlandse kinderen gaat. Waarom moeten we dat gratis doen? Waarom springen die mensen uit Cameroen niet even bij? Ja, ik snap er helemaal niks van. Wanneer zijn wij een keer aan de beurt voor ontwikkelingshulp? In de jaren 70, eind jaren 70, toen ging ik studeren in Wageningen, met een landbouwhogeschool. En daar stond ontwikkelingshulp hoog op de agenda.
Dat is inmiddels ja, de jaren 70, 80, 20, zeg maar 40 jaar geleden. En nu is er nog steeds hongersnoodtoestanden in Afrika. Ja, dan heeft al die ontwikkelingshulp dus helemaal niet geholpen. Daar hadden we het net zo goed niet hoeven doen. Het is natuurlijk wel heel zielig dat die mensen niet in staat zijn om voor hun eigen land te zorgen. Het is uitermate zielig voor die lui. En voor die kinderen die ze krijgen. Maar als die mensen, ondanks het feit dat ze in heel veel gevallen niet kunnen zorgen voor een kind, dat ze toch seks hebben en toch kinderen baren. Ja, moet je tegen die mensen zeggen, foei, dat mag niet. Want dat is natuurlijk wel de oplossing, hè? Als er weinig te eten is in zo'n land, ja, minder mensen. Wat dacht je daarvan? En je had in eind jaren 90 had je zo'n ding, een Live Aid. Met Sir Bob Geldof van de Boomtown Rats. En dan gaan we een groot muziekfestival houden, want in Afrika, in een van die landen, daar was een enorme hongersnood. Ja, inmiddels, dat was vorig jaar of zo, las ik dat op internet, is diezelfde regio, staat weer op het punt om in een hongersnoodtoestand te vallen. Of tot hongernood te vervallen. Alleen is de bevolking daar inmiddels een factor 6. Of 3, zo. En er zijn 3 keer zoveel mensen. Ja, dankjewel meneer Geldof. Ik weet niet wat het is hoor. Of het nou... Komt dat door het IQ? Want daar beneden de Sahara is het IQ beduidend lager dan hier in Europa. Maar iemand met een laag IQ die moet er ook kunnen begrijpen dat als er niet zoveel te eten is, dat je dan met minder mensen nog wel genoeg te eten hebt. Dat snapt iemand met een laag IQ toch ook wel? Maar gewoon maar kinderen krijgen en dan maar zo'n houding aannemen van nou, als er echt niet meer te eten is, nou dan komt de Verenigde Naties wel met een paar pannenkoeken. Dat is toch misdadig? Ik vind het erg. En ik vind dat wij ermee op moeten houden. Laat me zitten. Ja, ik ben ervoor dat wij als Nederland, wij gaan goed zorgen voor ons eigen land. We drijven natuurlijk handel. Nou, dan leer je ook nog wat buitenlandse mensen kennen. En dat is het. Je gaat een keer op vakantie naar Marokko als je dat leuk vindt. Zijn die Marokkanen ook weer blij? Of naar Tunesië? Ja, dan breng je wat valuta daar naartoe. Dan neem zo'n land als Libië. Ja. Even kijken hoor. Dat is er, ik weet niet hoe groot. Als je dat vergelijkt met Nederland, waardoor Libië is 10 keer zo groot of zo. 15 keer zo groot. Libië is groter dan Frankrijk. Algerije, dus Algerije, daar past Frankrijk en Spanje past erin. Het gaat er allemaal een heel groot continent. Afrika is alles bij elkaar. Daar past Europa 4 keer in. En Europa moet dan Afrika gaan redden?
Nee, ik zie daar het nut niet van, hoor. Los van het feit dat het helemaal niet werkt. Want anders hadden ze dat hongersnoodprobleem inmiddels toch wel opgelost. Maar kennelijk dus niet. Zo'n kennis van mij, die heeft daar gewerkt in de toezicht op de houtkap. Je hebt in sommige gebieden heb je dat tropische hardhout en dat is nogal gewenst als producten. Er wordt vrij veel geld voor betaald. En die mensen daar, die kappen tegen de klippen op. En dan wij maar zeggen van, ho, dat moet je niet doen. Je maakt je bos kapot. En die mensen zo, fuck you. Het is ons bos. Ja. Nou, ze kappen het gewoon naar de kloten. Tijdelijk hebben ze dan een beetje geldopbrengst. Ja. En zo dadelijk hebben ze een woestenij. Ja. En die kennis van mij die daar dus gewerkt heeft en daar gezegd heeft, hier moet je mee ophouden, die kon vrezen voor zijn leven, man. Want er zijn ook instanties, hier vanuit Europa, die zich er ook druk over maken. En, ja. En hij was dan van plan om dat even aan de grote bel te gaan hangen, de grote klok. Nou, dus we daarachter kwamen, waren ze van plan om hem even een kopje kleiner te maken. Ja, dat is die mentaliteit daar. En kan je daar iets aan doen? Nou, volgens mij niet. No way, Jose. En hoe moet dat aflopen met het continent? Nou, ik zou het niet weten. Het ziet er niet naar uit dat het de goede kant op gaat. Het schijnt dat er heel veel Chinese bedrijven daar iets gaan beginnen. Nou, good luck, zou ik zeggen. Dan mag China die mensen daar te eten gaan geven. Lijkt mij niet meer dan redelijk. Maar wat moeten wij dan doen? Kijk, wij zijn ooit op de vlucht voor de paus. We zijn wij vanuit Nederland en Duitsland. En op een andere plek hier in Noordwest-Europa zijn we verkast naar het zuiden van Afrika. En daar hebben wij voor onszelf gezorgd, hoor. Daar kregen wij geen uitkering en huisvesting, ben jij maf. Wij hebben daar zelf boerderijen gesticht en dat land gecultiveerd. Wij waren daar werkgever. Aan bosnijgers. Dat kan je dan nog ontwikkelingshulp noemen. Maar ja, dan kregen we stank voor dank. Want inmiddels zijn we... Ja, ze zouden het liefst ons er helemaal uit timmeren. En blanke boeren, nou jongen, die zijn hun leven niet zeker daar. Hetzelfde geldt voor voormalig Rhodesië. Nu heet dat Zimbabwe. Nou ja. Heel wat blanke boeren hebben daar de dood gevonden, hoor. En ik denk niet dat het verstandig is om dat continent te gaan helpen. Punt 1, omdat je het niet kan. Want het begint toch ergens met een mentaliteit. En punt 2, als je iets gaat doen wat je niet kan, dan krijg je spijt van.
Want je wilde het toch doen? Nou dan. Dat maak je dan wel mede verantwoordelijk, snap je? En daarom moet je dat niet doen. Daarom moet je er weg blijven. Je kweekt een verwachting die je niet waar kan maken. Dat is mijn ding. Dan kun je nog zulke goede bedoelingen hebben, maar... Dat wordt hem niet, joh. Die mensen zullen je nooit dankbaar zijn als je niet lukt. Hè? En iedere keer als ze weer honger hebben, dan kan je opnieuw komen. En net als de vorige keer weer eten komen brengen. Is mijn idee hoor, als ik het mis heb. Het is maar een beschouwing hè. Ik heb het idee dat we daar helemaal niks goeds kunnen brengen. Dat wij ons bezig moeten houden met ons eigen land. En onze eigen kinderen en onze eigen bejaarden. Dat al die bemoeienissen van ons met die andere mensen, dat nergens op staat. Wij kunnen dat beter laten. Dat is mijn idee. Maar wie ben ik? Het is dat ik het vind. Ja. Met een reden. Ja. En ik denk dat ik gelijk heb. Ik denk ook dat die hele ontwikkelingshulp, dat het dus niet werkt, dat interesseert eigenlijk niemand. Maar dat iemand achter de schermen, die verdient daar een hele hoop geld aan, dat vanuit Nederland er dus geld wordt vrijgemaakt voor dit soort projecten. Er is altijd wel iemand die daar goed garen bij spint. Uit al die liefdadigheid. En die persoon of personen in kwestie, die interesseert het helemaal niks. Dat het niet effectief is. Sterker nog, als het niet effectief is, dat is nou maar goed ook. Want dan heb je volgend jaar weer een nieuw probleem. Kan je daar weer geld voor krijgen. Snap je? Zo gaat het alsmaar door. Dat is denk ik de idee daarachter. En ik denk dat je beter die mensen aan hun lot over kan laten. En heel kleinschalig kan je wel wat doen, dat geloof ik wel. Maar dat moet van individu op individu. En geen grote projecten. Maar die landen hebben vaak een corrupte regering. Maakt het ook niet makkelijk. Ik heb gewerkt voor een bedrijf, was een klant van mij. En die hadden projecten in Afrika. En daar werden bloemen verbouwd. En hier in Aalsmeer werden die bloemen verkocht. En voor dat laatste stuk van de handel, daar zorgde dan mijn klant voor. En de instructie al daar, hè, en hoe ze die bloemen moesten verbouwen. Rozen, daar ging het om. Ja, dat groeide tegen de klippen op, man. Hele goede business. Maar ja, door een corrupte regering al daar, zo, hebben ze de hele boel kunnen sluiten. Ja, dat is jammer, hè. Want er waren mooie rozen.
die voor een goede prijs onder de hamer gingen. En waar die mensen in Afrika een leuke boterham aan hadden. Ja. Als je regering corrupt is. Ja, dan wordt het niet wat, hè? Dan kan je het mooi vergeten. Het is jammer, dat wel. Het is de enige vorm van ontwikkelingshulp die ik me kan voorstellen. En al die andere goed bedoelde projecten, die hebben ons een hele hoop geld gekost. En het heeft geen donder opgeleverd. Dat is de waarheid. Want er dreigt alweer een hongersnood. En zo dadelijk nog één. En zo dadelijk nog één. En dat die mensen daar op een onverantwoorde manier kinderen krijgen. Dat is... Ja, het is niet onze schuld. En als we er wat over te zeggen hadden gehad. Ja, dan hadden wij gezegd, krijg niet zoveel kinderen. Ja. En hadden ze daarna geluisterd? Nee, natuurlijk niet. Dus wat doe je er dan aan? Ja, maar als je nou hier in Nederland een keer een hongersnood krijgt. Ja. Nou, die hadden wij, hè? In 1945. Hadden we de hongerwinter. Nou, er kwam helemaal niemand, hoor. En in Afrika hadden ze het toen lekker te eten. Maar die kwamen niet even hier naartoe om papaya te brengen of zo. Weet je, die andere wortels. Cassave. Nee, natuurlijk niet. Ze lieten ons gewoon verrekken. En toen wij die watersnoodramp hadden, in 1953, zoiets. En in Zeeland en een stukje van Zuid-Holland. Nou, toen hebben wij wel wat hulp gekregen, maar dat kwam uit Polen. Een beetje Duitsland, een beetje Polen. Ja, ze hadden hulp uit de eigen regio, ja. En toen de ergste dingen opgelost waren, na een paar maanden of zo, dan hebben we die mensen vriendelijk bedankt en die zijn lekker weer teruggegaan. En de rest hebben we zelf gedaan. En we hebben ook gelijk maatregelen getroffen, zodat het niet opnieuw kan gebeuren. He? Want een ezel stoot zich in het algemeen geen twee keer aan dezelfde steen. Ja, ga dat maar eens vertellen in Somalië, waar ze voor de zoveelste keer door droogte hongersnood hebben. Nou, het klinkt hard hoor, maar wie niet horen wil, die moet maar voelen. Snap je? Hey, super bedankt voor het luisteren hoor. Het is een mooie korte beschouwing over ontwikkelingshulp. Maar ik ben er helemaal klaar mee. Stop maar met die gedachten te hebben. Je moet het niet meer willen. Dat is waar het mij om gaat. Ja, mensen wonen ergens en ze zijn al daar verantwoordelijk voor het land. En ja. En in een uitzonderingsgeval, zoals ons dan met die watersnoodtoestanden. Hebben wij hulp gekregen uit Polen? Nou, en als er dan in Somalië een probleem is, ja, dan
Ja, dan moet er in Zimbabwe waar. Of Kenia. Toch? Het is toch hun continent? Vanuit Marokko. Côte d'Ivoire. Zo. Ivoorkust. Hè? Nou dan. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers. Zag ik tjus. En dag lieverds.